Staan we aan het begin van een nieuwe bullmarkt of gaan we juist weer verder omlaag? Laat hieronder jouw mening achter. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Ik kwam er eigenlijk op. Ik zat net een stukje te lezen online van een beursanalist of een beursexpert. Die met enige overtuiging toch wel wist te vertellen dat we aan het begin van een nieuwe bullmarkt staan. Nou, hoe wordt dat dan gedefinieerd? Als de koersen vanaf de laatste bodem, de laagste bodem, weer 20% is gestegen. Nou, laten we eens kijken hier naar de S&P 500. Dan, als ik hier de laagste bodem pak, dan was dat ongeveer het niveau van 2700 geweest. Dat was ongeveer 20%. Dus toen de koers boven de 2700 kwam, ja, was er officieel sprake van een nieuwe bullmarkt. Maar ja, is dat ook zo? Ik zal eventjes, wat ik altijd doe, de ETF van de S&P pak. Nou, dan zie je, vorige keer zei ik dat ik dacht dat de beurs een beetje zijwaarts ging bewegen. Nou, tot nu toe is dat ook zo. Het is wel iets gestegen, de beurs, maar afgelopen donderdag en vrijdag weer omlaag gegaan. En datzelfde zie je zoals gewoonlijk weer bij de andere ETF's ook. Zie je de ETF van de Nasdaq. En als we kijken naar de Diamonds, de ETF van de Dow Jones, nou, een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Ook hier toch een beetje die zijwaartse beweging. En als we nog kijken naar de ETF van de Russell, ja, ook wel een beetje omhoog en weer omlaag. Maar per saldo is er eigenlijk niet zo veel gebeurd. Maar wat mij wel opviel, bijvoorbeeld nog eens kijken naar de SPY. Nou, ten eerste is het MA50 nog steeds dalend en voor de lange termijn vind ik dat nou niet een bullish signaal. Maar als je kijkt naar de stochastics, dan zie je dat dat tweede topje, dat eigenlijk lager loopt dan de eerste, terwijl de koers een hogere bodem heeft neergezet. Dus er is sprake van negatieve divergentie. Nou zegt dat natuurlijk nog niet alles altijd, maar negatieve divergentie nadat de koers toch alweer gedurende weken behoorlijk is gestegen. Het MA50 dat dalend is, ja, het is voor mij toch een beetje het teken dat de koers toch een beetje aan het stoom afblazen is. En ik heb zo'n vermoeden, ook als je kijkt naar die bearish pinbar van afgelopen vrijdag, dat de koersen de komende week wel wat omlaag zullen gaan. He, ditzelfde verschijnsel zie je ook bij de andere ETF's die ik net liet zien. Ook hier bijvoorbeeld van de Q's zie je dat lijntje van die stochastics omlaag lopen, terwijl de koers een hogere top maakte. Nou, dat wil toch wel zeggen dat de kracht er een beetje uit is. Dus ik hou persoonlijk toch wel een beetje rekening met dalende koersen volgende week. Ja, of dat door gaat zetten, of dat nou weer een nieuwe bear market wordt, dat staat natuurlijk nog te bezien. Maar ik zie er niet van komen dat we op heel korte termijn nou nieuwe all-time highs gaan krijgen. Dus dat we dit niveau bijvoorbeeld van de Nasdaq weer gaan zien. Dat zal nog wel eventjes duren, denk ik. En verder, welke sectoren doen het nu goed? Nou, ik heb een beetje zitten kijken, maar het viel me toch wel op dat goud en zilver het toch wel goed doen. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar aandelen uit die zilversector. Zie je, dan heb je hier Wheaton Precious Metals, WPM. Nou, die had vrijdag echt een hele bullish dag. Je ziet ook dat zo'n bullish engulfing candle, zie je, die helemaal de vorige omvat. Nou, dat is toch meestal wel een bullish signaal. En als je dan kijkt naar de weekgrafiek, nou, dat ziet er toch ook wel heel erg bullish uit. Week na week al gestegen. Een ander aandeel, First Majestic Silver. Nou, ook eigenlijk wel heel goed. Je ziet dat hier het MA20, het MA50 nu kruist. Koers is donderdag iets gecorrigeerd, maar ja, vrijdag hadden we toch ook alweer een mooie dag. Een ander aandeel, Fortuna Silver Mines. Dat is wel een goedkoop aandeel, maar
Je ziet ook hier dat de koers boven dat MA50 is gekomen. MA50 is nog wel een beetje dalend. Maar op zich ziet dit er ook wel goed uit. En eentje die ik volgens mij vorige keer ook noemde. Ook heb hier nog een paar streepjes zelf staan. Nou, dit vind ik er ook wel een mooie setup. Koers boven, boven het MA50, MA20. MA20 kruist ook het MA50. Dus dat ziet er best goed uit. Nou, en als we kijken naar een aantal aandelen uit de goudsector. Te beginnen Barrick Gold. Ik had hier ook nog wat streepjes of wat lijntjes staan van de vorige keer. Nou, komt redelijk overeen. Maar je ziet ook hier, als ik dit even weghaal. Dan heb je hier ook weer zo'n bullish engulfing candle. Zie je, die de hele candle van donderdag omvat. Opslokt, zou je kunnen zeggen. Dus ja, het zal me niet verbazen als Barrick Gold de komende week verder omhoog gaat. Nou, een aantal andere. Yamana Gold ziet er best wel goed uit. Even kijken. Die moet natuurlijk wel dit niveau nog eventjes zo ongeveer de $5 doorbreken. Even kijken, KGC, dat is gedacht ik, Kinross Gold. Daar had ik ook nog zo'n weerstandslijntje van de vorige keer staan. Nou, daar is die bovenuit gebroken, gecorrigeerd. Vrijdag een hele mooie bullish dag. Ik vind dit wel een heel mooi setup. Want je ziet heel vaak dat zo'n weerstandniveau doorbroken wordt en vervolgens gaat fungeren als steunniveau. Nou, het lijkt erop dat dat hier vrijdag ook het geval is geweest. Dat die koers daar steun op heeft gevonden. En dat was op zich een behoorlijk bullish dag. Dus ik denk, of tenminste in ieder geval even afwachten of maandag die koers verder omhoog gaat. Dan lijkt me dat op zich een mooi instapmoment. HL, Hecla Mining, dat is volgens mij ook een beetje zo'n goedkoop aandeel. Nou, ook hier had ik zo'n weerstandniveau gezet, is die koers doorheen gebroken. Vrijdag ook wel weer een positieve dag, dus dat ziet er ook goed uit. Nou, good old Newmont Mining vind ik ook positief. De koers is wat gecorrigeerd tot op dat stijgend MA20. Maar dit is toch ook, ziet er wel sterk uit, moet ik zeggen hoor. Nou ja, dan nog vervolgens nog twee Harmony. Dat is ook, ziet er eigenlijk ook heel bullish uit. Ook weer zo'n bullish engulfing. En tot slot IM Gold. Zie je ook hier weer zo'n sterke dag vrijdag. Dus ik denk dat de koersen, de indexen maandag en de dagen daarop toch een beetje gaan consolideren of verder teruggaan. En dat, dat goud en zilver het goed zullen gaan doen. Kijk even goed naar het instapmoment. En dan denk ik dat voor de komende weken daar toch wel kansen liggen. Nou, dus nogmaals. Ik zou het leuk vinden als jij je mening over de beurs hieronder eventjes gaf. Gaat het omhoog? Of gaan we juist weer een bear market in? Dus lijkt me heel interessant om te zien. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop je volgende week zondag weer te ontmoeten hier op dit kanaal. Tot dan!